kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag spelen we natuurlijk weer het oh zo leuke, mooie, prachtige, geweldige Mindtopia voor jullie op mijn kanaal. En ik heb er hartstikke veel zin in. Want ik heb gisteren eindelijk, of eergisteren ondertussen, het is vandaag dinsdag. Ondertussen heb ik eindelijk mijn geld ingeleverd bij de bank, weer bij Duffy Centrale Bank. En dat betekent dat ik heel blij ben, heel vrolijk ben. Want ja, jongens, ik heb mijn geld ingeleverd. Ik heb mijn taak als burgemeester deze week weer compleet gemaakt. Dus tijdelijk ben ik kort even wat leukere taken gaan doen. De laatste ben ik vooral bezig met standaard taken. Maar de kostenpotten moeten een stukje mooier worden. Maar helaas heb ik dus vorige keer in mijn livestream, gisteren of eergisteren was dat ondertussen. De livestream is helaas, heb ik gehoord dat mijn bouwbedrijf, is opgestapt. Dat die weggegaan is, dus ik heb weer een nieuw bouwer in mijn bouwbedrijf. Waardoor ik dus weer opnieuw moet beginnen met een nieuw bouwer van mijn bouwbedrijf. Dus weer een nieuwe relatie moet opbouwen. Dat is best wel kloot, hè? Daar word ik niet zo vrouwelijk van, dat vind ik best wel kut. Nou goed, in ieder geval, ik heb gisteren dus de belonen uitgerekend. En dit is het geld wat nu verdeeld moet worden over mijn stad, werknemers. Dus inderdaad, Sander krijgt een deel hiervan. Ik krijg hier een deel van. Bouwbedrijf krijgt hier een deel van. Krijgen nog de politie hier een deel van. Vier dingen krijg je hier nog een deel van. Dan hebben we gedeeld op vier en dan moet ik mijn wethouders nog wat verdelen. Dus het wordt heel erg lastig om dit netjes uit te rekenen. Dat wordt nog wat, dat ga ik binnenkort even doen een keertje. Buiten de opname zondag ga ik even bespreken met jongens. Je gaat loon uitdelen. Hoe, wat, zus en zo. Dat gaan we dan wel doen. Alright, in ieder geval even kijken bij Sander. Heeft hij zijn kist liggen voor mij? Nope. Heeft Eagle Shooter iets? Nope. En heeft Sanne? Nee. Nou goed, in ieder geval hun taken hebben ze dan voor mij, hebben ze klaar. Of ik nu ze uit te halen, dat is hartstikke mooi, hartstikke goed, helemaal toppie, kiek kiek. 10 out of 10, ik ben er heel blij mee. Maar vandaag ga ik even langs mijn winkeltje, want ik heb daar een nieuwe werknemer aangevraagd. Ik heb de brievenbus ondertussen alweer weggehaald. Ik heb zoveel sollicitaties gekregen in 2 dagen, het is echt insane. De brievenbus is weggehaald, dus je kan niet meer solliciteren voor de baan van mijn winkel. Dus even kijken hoor, 100 cent geld van Flapperino, Sander, boekjes, die heb ik gisteren hier ingelegd. Ja, alles is leeg, Rino. Dit is het geld van de gemeente, wat ik heb op de gemeente om te besteden. Die 500k van Jan de Engelman heb ik daarbij gelegd. Dus dat is iets wat heel erg slim is, heel goed is, heel handig is. Dat Jan dat eigenlijk ingeleverd heeft. Maar ik heb langs mijn winkel om toch even te kijken hoe mijn nieuwe werknemer dat doet. Ik heb iemand aangenomen, zijn naam is Niel VD. En Niel die heeft mij laten weten dat het goed gaat. Dat hij daar zijn zin heeft. En dat is iets waar ik dus blij van word als hij daar zijn zin heeft. Ik bedoel wel dat mijn werknemers blij zijn natuurlijk in mijn stad, in mijn winkel. Dat maakt mij gewoon hartstikke gezellig. En dat maakt me gezellig, maar hartstikke blij en vrolijk om te horen dat mensen naar hun zin hebben op het werk. Ik bedoel, dat is wel een beetje wat de bedoeling is, zeg maar. Wat ik even ga doen, ik ga even mijn burgemeesterkleding uittrekken. Want, ik trek mijn burgemeesterkleding even uit, want ik ga zo meteen naar een andere stad waar ik niet de burgemeester ben. Maar waar ik gewoon Dylan ben. Want ik ga niet in mijn eigen stad, ben ik de burgemeester. Maar als ik natuurlijk ben in Contractia ben ik gewoon wel nog een burgemeester, maar niet daar de burgemeester van. Dus ik ben weer een stukje kleiner. Ik ga onderweg rustig naar mijn grote vriendelijke vriend, de winkel in Contractia. Nou, het begint steeds drukker te worden in Cosmopolitan. Op zich niet slecht, zeer dat pandabeer. Er zijn iets van 7, 8, 9 mensen online in Cosmopolitan. Dat is hartstikke fijn en dat gaat hartstikke goed. Alleen Cosmopolitan lijkt een beetje. Ik ben binnenkort even een spreking houden met het bestuur van eigenlijk, de minister van infrastructuur en zo. Want dit is niet zo chill. Cosmopolitan lijkt enorm. Het lekt. En dat komt door één ding. We hebben te veel boekenkasten in Cosmopolitan. Want boekenkasten zijn 3D textures. En 3D textures lekken nogal. Dankzij jullie weet ik dat, kijkers. En dat is hartstikke tof. Nou, in ieder geval. Wij gaan lekker naar Cosmopolitan. Want daar heb ik heel veel zin in. En ik ben er al bijna. 3, 2, 1. Contractia. Oké, nou. Ik ga bij Contractia lekker richting mijn winkel. Want dat is best wel belangrijk. Om te kijken hoe die doet eigenlijk. Mijn lieve werknemer. Dus, nou. Gaan we... Wow. Wat wordt daar dan gebouwd? What the fuck? Oké, dat ziet er cool uit. Nou goed, dan ga ik even lekker hier naartoe. Hatsie flatsie. En dat is mooi. Hey, Dylan. Oh, wow. Yo. Ja, Dave Poort. Yo. Hoi, hoi. Hoe gaat het op het moment met je? Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou, man? Lang niet gesproken, joh. Yo. Ja, klopt. Hoe gaat het bij de FBI, joh? Ik zie dat je recherche bent geworden. Ja, promotie gehad. Promotie gehad. Lekker, hoor. Ja, ik ben weggegaan bij de FBI. Sindsdien heb ik niet meer gesproken, man. Oh, wat fijn, jongen. En gaat zaken gaan lekker allemaal. Je woont, ik had wel gehoord dat je in... Waar woon je ook alweer? In Sunnyville op het moment. Sunnyville, ja. Nou, goede zaken. Zaken gaan goed. Dat is hartstikke fijn, man. Gelukkig. Ja, maar hoe gaat het met jou op het moment? Ja, gaat gewoon goed. Wat dan? Ja, want wij zijn Samal een beetje aan het schaduwen. En, Samal? Van Blue Street Samal? Ja. Oké. Okay. En dus we hebben een beetje gehoord dat hij jou wil vermoorden. Wat? Hij wil vermoorden?
Ja, want ken je een Sanne? Ja, dat is mijn wethouder. Dit doet Sanne. Ja, want dat vertrouwde niet helemaal. Hebben we iets van meegekregen, maar we zijn nog alles precies aan het onderzoeken. En dat vertel je mij omdat ik jouw baas ben? Dat ook. En ja, we willen natuurlijk niemand vermoord hebben hier. Jesus, man. Oké, ik denk dat we... Wow. Oké. Ik denk dat we het niet hier moeten gaan doen, maar even... Loop anders even mee naar de winkel. Dan kunnen we een beetje privé praten. Oh, die fuck, ouwe. Maar we lopen even een stukje naar de winkel, want er zijn heel veel mensen die pottenkijkers zijn. Dus dat gaan we inderdaad niet willen. We gaan even hier naartoe. Wacht ervoor, Neil. Wij gaan even naar boven. Dankjewel. Woep. Wow, man. Dus je zegt, wacht heel veel, even het deurtje dicht. Dus jij zegt, Samal. De blue suit Samal, die wilt mij nu vermoorden. Ja. Omdat iets met Sanne. Ja, want volgens mij was Sanne zijn vriendinnetje of zo. Is Sanne de vriendin van Samal? Ja, dat soort dingen hebben tijdens de schaduw weer meegekregen. En hij wil me vermoorden omdat ze voor mij werkt. Zoiets. Ja. What the fuck is mis met die Samal, ouwe? Ik heb dat Red Street gebeuren. Tegen de Blue Street, dat heb ik al lang achter me gelaten. Ik ben nu burgemeester. En dan gaat hij nog steeds moeilijk doen, omdat ik zaken vroeger met hem deed, of tegen hem deed. Ja, blijkbaar mag hij je nog steeds niet. Oh man, dat is wel echt heel erg klote, zeg. Oké, in ieder geval bedankt voor de waarschuwing, Dave Poort. Ja, geen dank. Ik doe mijn werk gewoon. Doet je werk gewoon. Thanks, man. En weet Ketel hiervan af? De real killer? Nog niet, ik moet het nog aan hem doorgeven. Ja, goed. Bedankt dat je in ieder geval naar mij toe komt eerst. Dat doet me hartstikke goed. Dat is heel fijn. Hou me op de hoogte alsjeblieft, oké? Dat is even belangrijk. Ja, dat zal ik doen. Helemaal top. Dat is goed, man. Dan kan je hier weer eruit. Ik moet wel verzaken. Dankjewel, Deel. Bedankt. En ja, ik doe het deel voor je open, joh. Ga je gang. Ja, dank je. Jezus Christus, man. Ik ga even... Ik ga even eerst kijken hoeveel geld hier in de kast ligt. Ja, jongen, ik zal die sollicitaties, jongen. Oh, man. En. Oh, ik ga even een rondje lopen, man. What the fuck, man? Ik denk. Samal wil mij vermoorden? Really? Maar. Dat is niet handig. Dus Samal van de Blue Street van toen de tijd. Is boos op mij, omdat zijn vriendin. Dit doet Sanne voor me werkt. Of zo. En dan wilt hij mij even vermoorden. Oké. Ik heb die dingen al lang achtergelaten. Maar misschien, Samal weet natuurlijk niet van mij. Mijn verleden. Je weet het wel. Een beetje de illegale zaakjes. De dealtjes. En ik denk dat het belangrijkste even als allereerst is om een wapen te regelen. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. De volgende keer... een wapen gaan regelen mezelf om het te verdedigen tegen Samal. Alright mensen, in ieder geval, jullie bedankt voor het kijken. Dit was het even voor mij in Mindtopia. En ik ga binnenkort even meer werken met roleplay weer. Want sommige van jullie zijn deel. Gaan we meer met roleplay doen weer. In plaats van puur alleen maar zaken doen als burgemeester. En saaie taken doen. We gaan weer lekker roleplayen. Zoals inderdaad, ik word dus bedreigd door Samal. Omdat ik met zijn vriendinnetje samenwerk. Dit doet Sanne. Leuk Samal. Maar ik heb zoiets van bring it on. Volgende keer ga je zien wat ik ga halen. Een wapentje. En we zien wel wat we gaan doen. Mensen, ik wil bedankt voor het kijken. Laat het wel eens zien en natuurlijk, peace!